Nou, ik wil eigenlijk een soort van de tweede Michael Jackson worden. Maar natuurlijk, ik hou gewoon van die dans. Die dans is gewoon echt voor mij, echt letterlijk. Echt, gewoon legend. Hoi, ik ben Claire van Kinderen voor Kinderen. De 9 Okidoki-kandidaten die door zijn naar het Okidoki-podium zijn bekend. In deze video leren we de kandidaten beter kennen. Kijk je mee? Wat is je grootste droom dat ik kan toveren? Dat de toren van Pisa ergens in Nederland komt staan, maar dan van echte pizza. Om een beroemde hockeyster te worden. Of beroemd met mijn sport of wat ik doe. Dus beroemd met ballet, beroemd met... hockey, cello. Mijn grootste droom is om een zorgboerderij te krijgen. Een zorgboerderij met heel veel dieren. Want ik hou heel veel van dieren. En ik wil graag mensen helpen. Om wereldkampioen te worden van taekwondo. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Wat is je lievelingseten en waarom? Mijn lievelingseten is toch kip. KFC. Zo hard kip. Op nummer 1 staat toch wel chorizo worst. Mijn lievelingseten is sushi, omdat ik dat super lekker vind. Als eerste heb ik pizza. Ja. Omdat al sinds mijn geboorte eet ik pizza margarita. En ik kom er gewoon niet van af. Daarna heb ik patat, want patat. Dat is echt iets. Patat. En dan moet het echt patat zijn met mayo en pindasaus en dan een broodje ket erbij, anders trek ik het niet. Ik hou heel erg veel van Aziatisch eten, omdat ik zelf ook Aziatisch ben. Maar dan mijn lievelingseten is denk ik nasi goreng. En mijn moeder die maakt het altijd echt heel lekker. Wat is je favoriete Kinderen voor Kinderen liedje? Ik wil naar Mars. Fit Lala. Een pyjama-dag. Raar maar waar. Dan doe ik het toch alleen. Dat is waar ik mijn act op doe. En ik vind High Alarm ook heel leuk. Wat wil je later worden en waarom? Dan weet ik hem nu al. Klaar. Ik wil een backup danser van een groot actief. Backup danser op tours en zo. Dat wil ik eigenlijk. Ja. Danser, want dat is echt mijn leven. Ik heb ook op status als WhatsApp, heb ik no dance, no life. Ik wil later denk ik iets met dieren gaan doen, omdat ik dieren super leuk vind. Ik wil echt een beagle worden. Nou, ik wil later een danser worden op Broadway, omdat ik super erg hou van dansen. Ik hou van musicals en ik vind het super leuk allemaal. Gitarist, omdat ik gitaarspelen gewoon heel leuk vind. De wereld rondreizen en dan het liefst ook met dansen. Want dat lijkt me gewoon super cool en dat je dan zo overal kan optreden. En ja, ik wil juf worden, omdat ik denk dat ik dat heel goed kan. Nou, ik wil eigenlijk een soort van de tweede Michael Jackson worden. Maar natuurlijk, ik hou gewoon van die dans. Die dans is gewoon echt voor mij, echt letterlijk. Echt, gewoon legend. Die dans, de moonwalk, die slide, jongen. Wow. Ja. Waar mogen we jou 's nachts voor wakker maken? Dat ik dorp bij Kinderen voor Kinderen ook iets doe. Ja, ik ook. Chorizo worst. Wat is het gekste dat je hebt meegemaakt? Ik heb een keer van mijn pijnkoek een drol gemaakt. Samen met mijn oma en toen kwam mijn vader thuis van zijn werk. En toen hadden we die drol in de tuin gelegd. En toen dacht hij echt van, wat doet deze drol hier? Wat is je favoriete emotie? Kan je die nadoen? Deze. Echt geweldig al die antwoorden. Wil jij ook met het Okidoki podium meedoen? Meld je dan aan door hieronder op het linkje te klikken. Doei!